Maar het is toch eigenlijk heel raar dat we nog steeds geen vrouwelijke premier hebben gehad in dit land. En dat we gewoon op dit moment van de grote partijen geen vrouwelijke lijsttrekker hebben. Hoe kan dat nou? Ja, wat niet is, kan komen, zeg ik altijd. Kijk, dat is een mooie tekst. Iemand die zich geroepen voelt, zegt, nou, ik word wel de eerste vrouwelijke premier van dit land. Een Keizer 1 of een Agema 1 of een Leijten 1. Ja, ik sluit helemaal niet. Dat ligt aan de kiezer altijd, hè? Ja, dat sowieso. Maar dan moet je wel beginnen met jezelf. Mevrouw Hennis zegt zeker waar. Ja, nee, het is allemaal, we hebben een fantastische premier. We hebben verkiezingen. Goed, we gaan door naar Londen.